Goedemiddag allemaal. Welkom, ik ben iets te vroeg, zie ik. Nou, gaan we gewoon rustig aan alles even klaarzetten. Ik ga ondertussen mezelf even opzoeken. Dan kan ik jullie reacties meelezen. Goedemiddag, welkom. We zijn er weer inderdaad. Ondertussen gooi ik de link erin met de gebruikte materialen. Goedemiddag. Volgens mij heb ik alles goed staan. Nou, wacht ik nog heel eventjes omdat ik aan de vroege kant was. Dan kunnen de mensen mij vinden. Goedemiddag, welkom allemaal. Bij weer een online demo dag bij Hobby Vision. Ik ga zo meteen gewoon rustig vast aan vertellen wat ik ga doen, wat ik jullie wil laten zien. En zoals jullie wel kunnen zien heb ik natuurlijk mallen en stempels voor me liggen van Hartveld Creations. Nou, dat bestaat natuurlijk al heel lang. Ik zelf ben een ontzettend groot fan van Hartveld Creations. Bij Hobby Vision is het nog niet zo bekend, vandaar dat ik er lekker mee aan de slag ga. Ik vind het zelf namelijk echt ontzettend mooie stempels met mallen en het is echt wel kwaliteit. Dus vandaar deze keuze. Nou, ik ga sowieso aan de slag met jullie vandaag met de Small World Rose. En die set bestaat dus uit een stempel. Ik ga hem even uit de verpakking halen, dan schittert hij wat minder. En in deze set, de Small Rose, heb je dus 4 verschillende stempels en 5 verschillende formaatjes, zoals jullie kunnen zien. Nou, als je die vervolgens gestempeld hebt, kun je ze natuurlijk uitstansen met de verkrijgbare stansmallen. En die zien er dan vervolgens zo uit. Uiteraard ga ik jullie dat zo meteen laten zien. Ik ook. Ja, van jou weet ik het, Marie-Louise. Dus dat is de snijmallen set. En dan hebben ze een bijpassende shaping mold. En die vind ik toch wel ideaal. Ik ga hem er even uithalen, want die verpakkingen die schitteren lekker. Ik heb expres de lamp erboven al uitgezet. Maar dit is dus zo'n shaping mold. Voor degene, misschien hebben jullie het van de week op de groep voorbij zien komen. Er was inderdaad iemand die deze ook geplaatst had en hoe blij ze ermee is. Wat je dus doet, kijk, ik heb hem gebruikt, dus die van mij is nog nat. nou ja, ik heb wel een aantal bloemetjes natuurlijk voorbereid. Wat je doet, je legt hem in je mold. Spreekt hem een klein beetje nat. Mold dicht door je stansmachine. En klaar is Kees. Er zit wel een maar aan bij de mold. Namelijk, je stansmachine moet de dikke stansen van Tim Holtz kunnen pakken. Op het moment dat je die kan stansen met jouw machine. Nou, uit mijn hoofd weet ik dat, omdat ik die zelf heb, de Sizzix Big Shot. Eigenlijk alle modellen van Sizzix op dat hele kleintje na, kunnen deze mods doorheen. Maar verder zul je echt even de beschrijving van je machine moeten kijken. Regina, uiteraard gewoon bij Hobby Vision. Ik zal de link met materialen er nog een keertje inzetten voor je. Daar kan je alles vinden. De set is er ook in groot. Uit mijn hoofd even niet op voorraad.
Maar ik wil hem jullie wel laten zien. Namelijk ook omdat hier het blaadje van de Wild Rose bij zit. Dus dit is echt een hele grote. En deze ietsje kleiner. Je kunt ze natuurlijk met de kleine combineren. Dan krijg je een hele mooie grote volle bloem. En het blaadje van de Wild Rose. Maar goed, deze ga ik niet gebruiken vandaag. Daar is ook de bijpassende standsmal en de bijpassende mold van verkrijgbaar. Zoals jullie zien. Dus dat leg ik even opzij als ik plek heb. Mocht ik tijd genoeg hebben, gaan we er natuurlijk ook een creatie mee maken. Maar dat betwijfel ik. Maar goed, dan zien jullie die natuurlijk vanzelf op de groep. Want die bloemen gaan we natuurlijk niet voor niks maken. Bloemen heb je overigens nooit genoeg in mijn geval. Maar goed, dat zal voor jullie vast herkenbaar zijn. Ja, het zijn echt hele mooie mallen. Ik ben echt fan. Ik heb best wel heel veel verschillende sets hiervan. En ze blijven ook goed. Ik heb ze best al heel veel gebruikt. En Powerboss en een Gemini. Oh, dat is een hele goeie. Ik durf het niet te zeggen. Gemini volgens mij niet. Want volgens mij pakt hij ook de dikke stansen niet. Wil niet zeggen dat je de stempels en de stansmallen, die kun je gewoon gebruiken. Het gaat met name waar ik het nu over heb, over de shaping molds. Deze stansmallen, dit zijn gewone dunne stansmallen. Die kunnen in principe door iedere stansmachine. Alleen de shaping molds, die kunnen niet door iedere machine. Maar goed, ik ga jullie ook laten zien hoe je zonder de shaping mold toch de Wild Rose zou kunnen maken. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren voor. Daar moet je ook gewoon een beetje mee spelen. Wat je zelf mooi vindt. 1001 dingen kun je ermee verzinnen. Mocht het lukken om een creatie te maken, ga ik ook aan de slag met de Rounded Window Frame Die. Ik vind dat zelf echt een hele mooie standset. En ik was al op zoek geweest naar een foto. Ik heb namelijk een aantal jaar geleden voor mijn hobbyvriendinnetje Marie-Louise een kaart hiermee gemaakt. En ik dacht dat ik daar een foto van had. Maar helaas, anders had ik die even op de groep gedeeld. Dus Marie-Louise, mocht jij de kaart nog hebben, mag je altijd even een foto posten. Dan kunnen de mensen hem zien. Nou, die bestaat dus uit een buitencirkel. Die is groot. Om precies te zijn, ik zal hem opmeten voor jullie. Als ik hem meet van snijrand tot snijrand, is die 15 centimeter. En er zitten verschillende randen bij in. Nou, deze zou je weer kunnen gebruiken natuurlijk. Hè? Leuk shakertje of nou ja. Eindeloos veel mogelijkheden. Pressboyken. Het zou, kijk, ik durf het echt niet te zeggen, dames. Ik heb zelf alleen de Big Shot en de Switch. Dus ik weet echt niet van alle stansmachines welke wel en niet de dikke stansen van Tim Holtz pakken. Als die Big Dies van Tim Holtz door jouw stansmachine kunnen, dan kunnen ook de Shaping Molds erdoorheen. Nou, heb jij nou een andere set van Hartfeld Creations, bijvoorbeeld de Sweet Peony? Dat is een wat oudere set en daar zijn nog geen shaping molds van. Dan is er een basis shaping mold verkrijgbaar. En daar kun je natuurlijk gewoon allerlei bloemen in doen. En dat zijn gewoon, ik kan hem wel even eruit halen. En dat is eigenlijk gewoon een allemaal rondjes met echt wel die mooie groefjes die je dan in je bloemen krijgt. Nou goed, ik ga die niet gebruiken vandaag, maar ik wilde hem jullie wel laten zien. Er is zeker voor de kenners, er is natuurlijk heel veel verkrijgbaar van Hartfeld Creations. Lang niet alles staat bij Hobby Vision op de website. Heb je speciale wensen wat betreft een setje die je graag zou willen, mail even naar info@hobbyvision.nl. Dan kan dat namelijk zeker geregeld worden. Bloemen gaan we natuurlijk ook vormen. Nou ja, ik heb dan deze, de Deluxe Flower Shaping Kit van Hartfeld Creations. Maar ik heb ook deze en daar ga ik vandaag mee werken. Dit is de
Deze heeft Janine geloof ik van de week al gedeeld. Die is een tijdje uitverkocht geweest. Deze is van Susan's Garden van Spelbinders. Sabine, kun je nakijken bij Hartveld welke... Oh ja, dat kan ik wel even opzoeken en straks even delen inderdaad. Goeie tip, dankjewel. Dus dames, ik ga straks even een lijst opzoeken welke machines er geschikt allemaal zijn voor de shaping molds van Hartveld Creations. Maar nogmaals, die molds heb je niet per se nodig. Ze zijn wel ideaal als je snel bloemetjes wil maken. Als je pijn hebt aan je handen en je kunt niet met die shaping tools een bloemetje maken, dan is dat echt wel een uitkomst. Goed, ga verder. Die ga ik dadelijk laten zien, want daar gaan we dadelijk mee aan de slag. Het papier van Afternoon Sky ga ik gebruiken, mocht ik een creatie kunnen maken. Maar goed, jullie zien in ieder geval anders van de week een creatie met de bloemen en deze papierlijn op de groep. Nou, oh, deze hadden er niet per se tussen gehoeven, maar goed, nou heb ik ze toch... Ik ben inderdaad druk aan het stempelen geweest. Dit is niet de Wild Rose. Dit is de Dogwood. Dat is ook een oudere... Heb ik ook. Hoe doe jij die pin erin? Ik zal het zo laten zien, Regina. Hij komt zo meteen aan bod. Misschien kun je ook me... Oh, Theresia, durf ik niet te zeggen. Ik heb dat eigenlijk nooit geprobeerd. Ik zou sowieso aanraden, mocht je dat doen, doe wel eerst even iets van babypoeder of talkpoeder erin. Nou ja, goed. Als ik dus bloemen ga maken, dan stempel ik dus in één keer een heel vel vol. Meerdere vellen eigenlijk, want ik maak dan altijd meerdere soorten. En ik kleur ze ook voordat ik ze uitstans. Punt 1 hoef ik niet zo op te letten. En de randjes, nou, dat kunnen jullie hier bijvoorbeeld zien, maak ik toch donkerder. Daar ga ik altijd nog een keer met mijn dingetje overheen. Maar goed, er zijn natuurlijk 1001 manieren voor. Hè. Je kunt kleuren met inkt, stiften, verf. Deze zijn ook nog van de Dogwood serie. Dit is de Klimbim Clematis. De Classic Rose. Nou, deze moet ik dan allemaal nog uitstansen. Die hadden er ook niet per se tussen hoeven. Het papier wat ik ervoor gebruik. Helaas is mijn voorkantje weg. Maar ik gebruik het Flower Shaping Paper van Hartveld Creations. Het is net wat dikker en kan ietsjes meer water hebben. Waardoor als je bloemen uit de malletjes komen. Uit de mold bijvoorbeeld. En ze zijn droog. Dan worden ze steviger. Ik denk dat het ook kan met het soft finish cardstock van Elisabeth Craft Design. Maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Omdat ik eigenlijk altijd voor mijn bloemen van Hartveld Creations het flower shaping paper gebruik. Goed, de Wild Rose. Hoe ziet die eruit? Ja, ik heb natuurlijk niet stilgezeten. Want ik moet jullie natuurlijk wel het een en ander kunnen laten zien. Dit is mijn bak met zelfgemaakte bloemen. Dus ik moet even gauw spieken. Dit is de overigens, die vind ik zelf heel gaaf, de Poinsettia van Hartveld Creations. Dit is een Wild Rose. Deze is een Wild Rose. Deze is met de wilde. Deze. Deze is met de grote gemaakt. Ik ga ze gewoon eventjes neerleggen voor jullie. Deze ook. Dan kunnen jullie ook gelijk meerdere manieren winkels. Dit is ook een Wild Rose. Dit is een peonie, denk ik. Deze is met de Wild Rose gedaan. Dit is de Dogwood, maar die wil ik wel even laten zien. Om een reden. Bloemen heb je nooit genoeg. Ik ben zelf een echt een groot verbruiker in bloemen. Dus ook Wild Rose. Nou, dit is een hele oude. Maar dit is de Enchanted Mom. Die zou je ook met de Wild Aster kunnen maken. Ik kan wel even gauw wat laten zien. Deze heb ik gemaakt met de Set Sweet Peony. Dit zijn blaadjes van de Leafy Accents.
Dit is ook nog een wildroos. Deze heb ik gemaakt met... hoe heet die? Wisteria. Dat zijn van die hele kleine bloemetjes. En nou dacht ik dat ik die hier had liggen. Maar... nou ja, goed. Als je een klein bloemetje hebt, dan kan je dit eigenlijk al maken. Kan ik ook wel een keer laten zien. Dit is de Wild Aster. Die heb ik gestempeld op hittebestendig mica. Geëmbost met goud. En vervolgens de heat tool erop gezet. En terwijl die nog heet was gevormd. Hoera, ik ben vandaag 70 geworden. Oh, gefeliciteerd. Even kijken. Nou, dit zijn ze dus uit vellum met glittertjes. Zijn volgens mij een van mijn eerste vellum wild roses die ik gemaakt heb. Dus als ik daar nu naar kijk, dan denk ik, had beter gekund. Dit is de Dogwood. Is absoluut niet met de Wild Rose gedaan. Is een hele andere set. Maar wat ik hier heb gedaan, ik heb geprobeerd een beetje een ombre effect te creëren. En vervolgens heb ik de blaadjes bewerkt met Glossy Accents. Dan krijg je een heel mooi, ja, shiny effect. Deze is ook de Wild Rose. Die heb ik gekleurd met inkt. Vervolgens heb ik hem bewerkt met een Wink of Stella stift. Dat is zo'n glitterpen. Die laat zo'n glitterlaagje achter. En daarna heb ik eigenlijk op alle randjes, de tips zeg maar, heb ik ook Glossy Accents gedaan. Krijg je net een, ja, een wat ander effect. Nou, de stamens, de mildraden. Ja, ik heb die dan van Hartveld Creations. Deze zijn de Rose Hip stamens. Die zal ik zo laten zien. Die heb ik hier bewerkt met glitter. En deze zijn de Bridal of de Rocky stamens. Nou, ze staan gelinkt in ieder geval. Dus ja, je ziet eigenlijk, je kan allerlei, op allerlei verschillende manieren kan je die bloem, kan je die maken. He, de blaadjes naar beneden gekruld, blaadjes omhoog gekruld. Niet te veel geshaped. Deze is echt alleen uit de shaping mold. Dus manieren te over. Ik vind het altijd bloemen. Oefenen. Er is echt geen fout. Goed of fout, Grietje. Iedereen maakt bloemen op zijn eigen manier. En ik moet wel heel eerlijk bekennen. Als je de shaping molds hebt, maakt het het al een stukje makkelijker. En op het moment dat je daarmee gaat werken, krijg je al een beetje feeling van hoe je zo'n bloem zou kunnen vormen. Hoe heb jij die bloemen gemaakt? Dat ga ik laten zien, Anna. Even denken. Nou, ik heb natuurlijk heel veel voorbewerkt, maar ik wil jullie toch laten zien het stempelen en hoe je dat dan met die snijmal doet. Dus ik pak een vel shaping paper, of het papier wat je gebruikt. Ik heb dan natuurlijk van Hartveld Creations. Ik pak een stempelblok. Even kijken dat ik mijn... oh, hier. Laten we voor het gemak deze nemen. Nou, ik stempel vandaag met de Nautical Blue van Memento. Ik was namelijk met de voorbeeldbloemen die we straks gaan gebruiken, was ik heel ijverig begonnen met de Paris Dusk. Alleen halverwege het kleuren en stempelen was mijn inkpad op. Dus ik ben overgegaan op de Nautical Blue. Die past ook mooi bij het Afternoon Sky papier van Scrap & Me. Dus ook helemaal prima. Nou, wat ik doe, ik breng gewoon inkt aan. En ik maak me niet al te druk, mocht ik ergens toch een plekje missen. En ik leg hem, even op dat ik in beeld ben, op mijn papier. Ik druk hem aan en dan wacht ik heel even dat de inkt in mijn papier trekt. En dan laat ik los. Nou, en zo doe ik dan altijd een heel vel in één keer vol stempelen. Uiteraard in meerdere maatjes. Je kan ook in dezelfde maat bloemetjes maken. Dat ga ik ook laten zien. Even mijn stempel schoonmaken. En nou wil mijn bakje niet dicht.
Zo, leggen we dit weer even aan de kant. Vul je deze kleine memento dan met inkt of is het dan voor... Ik durf heel eerlijk gezegd niet te vertellen of de re-inkers van memento ook voor de kleine dewdrops geschikt zijn. Dus als iemand het weet, zou ik graag het antwoord zien. Wat gebruik jij? Mia, ik gebruik de stempel van Hartveld Creations. In dit geval de Wild Rose. Oh, dankjewel Mirjam. Super. Mirjam heeft zojuist de link op de... tussen de commentaren gezet. Om te kijken of jouw machine hiervoor geschikt is. Ik weet alleen niet of de lijst up-to-date is met alle machines. Dus kijk ook zeker de beschrijving van je eigen machine even na. Monique, ik doe dit op het papier Flower Shaping Paper van Hartveld Creations. Oh ja, ik was aan het vertellen. Iemand vroeg net welke stempel ik gebruik. De Small Wild Rose van Hartveld Creations. Ik durf niet te zeggen of de Powerboss geschikt is. Is dat die van Nelly Snelle? Ik weet het echt niet. Maar nogmaals, dat geldt alleen voor de mold. De stempels en de snijmallen kun je gewoon gebruiken. Je zult ze dan alleen met de hand moeten vormen. Nou, wat ik dan daarna doe, ik knip dan natuurlijk alles even los. Als ik zo'n heel vel vol heb. En dan leg ik mijn snijmalletje erop. Die kun je zo uitlijnen. Plak ik hem vast en dan haal ik hem door mijn stansmachine. Nou ja, nogmaals, ik durf niet te zeggen of de lijst bij Hartveld Creations up-to-date is. En ik weet ook niet of het... Ik heb zelf de Powerboss niet, dus ik durf het echt niet te zeggen. Wellicht is er iemand op de groep die kan vertellen of door de Powerboss van Nelly Snelle de Big Dice van Tim Holtz gaan. Nou, op het moment dat ik dat gedaan heb, dat heb ik natuurlijk allemaal al voorbereid. Nou zijn mijn bloemetjes wel al gekleurd, nog niet allemaal helemaal af, maar... Cut and Easy van Vase. Ik weet het niet. Het gaat er echt om. Ik kan de... Misschien hebben jullie daar iets aan. Als ik de mold opmeet. Hè, dus de dikte van mijn mold. Ik moet hem bij de Big Shop. Bij de Sizzix. Gebruik ik hem zonder platform. Dus mijn clear plate. Dan mijn shaping mold. Dan weer een clear plate. En dan door. Maar hij is, om precies te zijn, 1,6 centimeter dik. Dus dat zou je voor jezelf even moeten bekijken. Nee, ik zou zeker niet speciaal voor de mols een nieuwe stansmachine aanschaffen. Maar mocht je een nieuwe moeten kopen en je vindt dit systeem wel iets, dan zou ik daar inderdaad rekening mee houden. Maar nogmaals, de mallen en de stempels kun je gewoon gebruiken. Nou, ik heb heel veel verschillende soorten maatjes uitgestampt. Dit is allemaal groot. Daar was ik al mee begonnen met kleuren. Dus wat ik dan doe, ik heb ze, hè, zoals ik net liet zien, gestampt of gestempeld. Dan ga ik ze kleuren, stans ik ze uit en dan komen ze er bij mij zo uit. Nou, wat heb ik hier nog gedaan? Ja, onder andere geswitcht van kleur omdat mijn inkt op was. Maar ik ben er daarna nog met de zilver overheen gegaan. En daarna doe ik mijn randjes donkerder maken. Ik vind dat zelf een mooi effect hebben. Meestal doe ik dat... begint iemand te chatten. Meestal doe ik dat zelf pas als ze uit mijn shaping mold komen. Omdat ik het mooi vind als je precies die randjes hebt. Maar goed, dat is ieder voor zich, hè. Ik bedoel, er is geen goed of fout. Even kijken. Dit is volgens mij ook nog een grotere. Dan hebben we dit formaat. Dit formaat. Ik pak er maar gewoon even een paar, hoor. En nou mis ik mijn hele... Oh, hier.
Ik wou zeggen, en de hele kleintjes. Dit zijn ze zoals ze uit de stansmallen komen. Nou, dan doen we even net of dat we geen kleur de achterkant ook. Ja, Greet, normaal gesproken wel. En ik ben het nu gewoon helemaal vergeten. Schandalig, hè? Nou, wat zit er in zo'n setje van Susan's Garden? Er zit een schaartje in. Ik kan het wel even gauw laten zien. Een schaartje. Een gewone pincet en zo'n reverse tweezer. Nou, die ga ik nu nog even niet gebruiken. Verder zit er in een foammatje om te vormen. Uiteraard je stylus. Nou, daar kun je verschillende tipjes op doen. Dit is een leaf tool. En dit is om je blaadjes te vormen en te bollen. En dan zit er nog in. En die vind ik zo cute. Die moet ik toch even laten zien. Nou, dat plasticje hebben we niet nodig. Ondertussen knal ik ook mijn lijmpistool aan. Moet je nou kijken. Een inny mini. Nou ben ik toch de naam kwijt. Zo'n kliedermat. En dit is een, het lijkt op karton, maar het is voor je blaadjes te vormen. Nou kreeg ik net een vraag hoe ik die hulpstukjes, hoe ik die erin doe. Dat is eigenlijk heel simpel. Zien jullie dat? Dat klikt. Ja, craftsheet, dankjewel. Ik klik hem dus naar achter en dan zie je hier een balletje. He, dat balletje trekt in. En je ziet hier op die set, op dat hulpstukje, zie je ook allemaal gaatjes. Nou, die lijn je uit. En dan hoor je eigenlijk al dat die... Horen jullie dat? Nou, die kan er natuurlijk helemaal in. Maar dat is maar net wat je zelf prettig vindt. En dan zijn er meerdere manieren om je bloem te vormen. Deze kan even aan de kant. Ik zal ook deze er even in doen. Ik weet nog niet helemaal zeker of ik die ga gebruiken. Wat je in ieder geval nodig hebt is water. Dus nou, ik ga er gewoon van... deze moet ik nog even kleuren, zie ik. Die. Nou, weet je wat? Ik pak twee van deze. Keuzestress. Te veel mogelijkheden. Nou, deze heb ik al gekleurd. Deze heb ik toevallig wel even snel een beetje de achterkant gedaan. En we hebben water nodig. Vandaar dat het ook belangrijk is dat je papier pakt wat water op kan nemen. Is het niet zo dat je handmatig machine van Nelly Snelle kunt in? Ja, er is van Nelly Snelle inderdaad volgens mij een machine die je zelf in kunt stellen. Maar dat is een handmatige, geen elektrische. De Powerboss is een elektrische naar mijn weten. Nou, wat ik dan doe. Nou, je ziet het. Mijn inkt gaat iets lopen. Ik vind dat niet zo'n probleem. Wil je dat wel, dan moet je een watervaste inkt pakken. Of aan de achterkant wat meer sprayen. En ik spray ze nat. Wat ik dan vervolgens doe. Het is eigenlijk heel simpel. Is die blaadjes wel voorzichtig, want het papier wordt nat, dus het scheurt snel. Dit effect is eigenlijk hetgeen wat je wil. Ik hou dat dan even vast. Dat je die ribbeltjes erin krijgt. Dus dit is eigenlijk alles wat ik doe. En nogmaals, dit wordt dadelijk wat steviger hoor. Als we hem zo meteen drogen met de heat tool. Deze vind ik niet mooi, dus die doe ik eventjes overnieuw. Maar om ze goed te kunnen vormen zonder dat het echt gelijk scheurt, zou ik wel adviseren om ze even wat nat te sprayen.
Oké, de pressboy kan dus wel. Dat doen we ook met de andere. Ik maak ondertussen even. Maak je de bloemen ook wel eens met de foam? Ja, zeker. En met vellum. Ik weet niet of ik tijd heb om dat vandaag allemaal te laten zien. Maar als jullie dat leuk vinden, kunnen we daar zeker nog wel een keer een live aan spenderen. Maar om jou een voorbeeldje te geven, Anneke. Even kijken, nou had ik net. Deze is een foambloem. En een tijdje terug voor degene die mij al wat langer met mij meekijken. Ik heb een tijdje terug een blauw canvas gedeeld. Wat ik heb gemaakt, een mixed media. En daar zitten ook zelfgemaakte foambloemen op. En die heb ik gemaakt. En ik weet het, want ik kreeg daar toen als commentaar op dat het niet de Sweet Peony is. Zoals die in het wild voorkomt. Nee, dat klopt. Maar goed, ik vond dat een leuke mal om te gebruiken om die foambloemen mee te maken. Ja, foambloemen zijn heel erg mooi. Kun je ook met deze Hartveld Creations, die heb ik ook gelinkt, heeft ook foam. Dat is deze. Er zitten 10 vellen in. En ik weet even niet hoe dik. Dat is inch. Nee, staat even niet op hoe dik ze zijn. Maar goed, ik vind het wel heel fijn foam. Waar was ik? Oh ja, mijn bloemen. Nou, deze zijn zeiknat. Dus ik moet even mijn heatel erbij pakken. En daar moet ik even voor opstaan. Die heb ik weggestopt. Is niet heel handig. Want als ze nat zijn en ik ga nu verder vormen. Dat is niet handig. Dat scheurt eigenlijk mijn bloem. Oh, wil normaal. Ja, het is echt aan te raden, Regina. Ik ben er zelf echt helemaal fan van. Nou, deze bloem ben ik dus, die had ik eigenlijk voor willen bereiden, zodat ik voor jullie al een droge versie had. Maar die heb ik dus helaas niet. Maar goed, zo zien jullie wel het proces. Draai ik ze even om. En je merkt ook met dat flower shaping paper van Hartveld Creations. Merk je dat op het moment dat de blaadjes droger worden, dat ze harder worden. Nee, ik gebruik geen gewoon papier. Ik gebruik het flower shaping paper van Hartveld Creations. Krijgen we ook de bloemen? Ja, zeker Greet. Die gaan we zo ook... Maar ik wil jullie graag twee versies laten zien, omdat inderdaad niet iedereen de shaping molds kan gebruiken. Wil ik ook een manier laten zien hoe je die bloemen met de hand kan maken. Nou zijn er natuurlijk heel veel manieren om dat te doen. Dan pakken we ons matje en dan draaien we de bloem om. En dan moet ik toch even switchen van tool, want ik heb nou een klein... Kijk, ik pak de kleinste nu. Even proberen of deze klein genoeg is. Of dat ik toch nog... Of niet te klein is, bedoel ik. Die zit goed. Dit is nogmaals, dit is een manier zoals ik het doe, hè. En ik ga dan voorzichtjes langs het randje. Druk ik hem een beetje. Ik doe dat niet te veel. Dit kun je het beste doen als je papier nog... iets nat is. Ik heb hem net te ver gedroogd. Maar goed, dit is ook geen moeten.
En je kunt ook zeggen, als je niet op dat randje wil, ik druk hem hier naar binnen. Ja, dat kan eigenlijk gewoon met die bal. Doe wel voorzichtig, want anders scheurt je papier. Nou, ik moet voorzichtig doen, want mijn papier is droog. Ik heb hem denk ik net iets te hard laten drogen. Dan draai ik hem om. En dan druk ik hem in. En dan heb je eigenlijk al één ding klaar. Nou. Zie je, nou, ik ga dat niet, want mijn papier is te droog. Dus ik ga hem gewoon hier indrukken. En dan druk ik hem in het midden. Vervolgens moeten we er een gaatje in prikken. Want we willen natuurlijk iets in het midden hebben. Dus dan ben ik even aan het kijken waar ik mijn prikpennetje heb gelaten. Je kan ook lijm erin doen en dan prils. Of glitters. Of net wat je maar mooi vindt. Nou, ik prik er een gaatje in. En waarom doe ik dat van tevoren? Nou, ik doe mijn bloemen meestal lijmen met hot glue. Het heet die lijmpistool. Kan ook met, dat doe ik ook nog wel regelmatig, is deze, de Art Glitter Glue. Even kijken. Welke... Ik heb een heleboel... Even kijken... De mal en stempel die ik gebruik zijn inderdaad de Small Wild Rose van Heartfelt Creations. En daar heb ik deze bloemen mee gemaakt. Nou, ik heb hier, schrik niet, allemaal meeldraden. Ze staan niet allemaal in de webshop, maar nogmaals. Hebben jullie speciale wensen of zou je iets willen hebben van Heartfelt Creations wat je niet op, in de webshop kan vinden? Mail even naar info@hobbyvision.nl, dan kan dat geregeld worden. Nou, dit zijn de Rose Hipstamens. Dit is het setje meeldraden die bij de Wild Rose is uitgekomen. Nou, die zijn natuurlijk mooi, maar vrij groot. Die vind ik ook te groot voor deze. Dus ik ga kleinere gebruiken. Nou, dan hebben we deze, de Bridal Bouquet Stamens. Die vind ik zelf heel mooi. Dus misschien dat we die wel een paar kunnen pakken. Deze heeft... Dit zijn de Bright Bead Stamens. Het voordeel van deze, vind ik zelf, is dat ze een ijzerdraadje eraan hebben zitten. Dus dat is makkelijk door je gaatje heen halen. Maar zit daar een passend kleurtje bij. Ja, die zou kunnen. Die vind ik niet mooi. Die, misschien die. En dan heb ik ook nog de Rocky Candy. Die vind ik ook altijd wel erg leuk. Keuzes, keuzes, keuzes. Dan zit ik even te kijken. Die vind ik er niet mooi bij. Dat zijn de enige. Ik zou de zilveren kunnen pakken. Of gaan we voor die? Even kijken. Kijk. Dus ik ga nu uit de Bright Bead Medium ga ik wat gebruiken. En dan doe ik er een paar witte bij. Voor het contrast, dat ze niet te blauw worden. Ja, de keuze is te veel. En dan ga ik denk ik voor deze, alhoewel ik deze ook heel erg grappig vind. Ik ga voor die. Deze leg ik voor nu even aan de kant, even achter me. Nou, ik heb hier een ijzerdraadje omheen geknoopt. Om ze bij elkaar te houden, want anders is het einde zoek. Ik moet alleen even kijken, oh hier, ik wil zeggen, waar heb ik mijn beginnetje gelaten? Ja, als je ze koopt, dan zit er nog een touwtje omheen. Maar ja, die moet je natuurlijk doorknippen.
Daar pak ik er een paar van. Ook niet te veel, want het is niet zo'n super grote bloem. Zo. Even een stukje ijzer. Wat ik altijd doe, om die er mooi door te halen, ik bind ze bij elkaar. Of nee, dat is niet waar. Ik bind ze wel bij elkaar. Ik vouw ze dubbel. Ik pak ze zo beet. En wat ik dan doe, want als ik klaar ben met bloemen maken, knip ik aan de onderkant mijn ijsdraadjes af. Nou, die ijsdraadjes bewaar ik. Want daardoor kan ik makkelijk de meeldraadjes die dus geen ijsdraadje bevatten, kan ik dan makkelijk door mijn bloem heen halen. Nou, dan wil ik natuurlijk deze in de midden. Nou, laten we er 3 pakken. Geen idee of het te veel is. Dat gaan we zien. Even kijken. Nou, die draai ik dan altijd even gewoon rond. Pak ik mijn bloemetje. Nou, daar komt zometeen natuurlijk nog hot glue, hè? Kijk ik even. En denk, dat kan wel. Ga ik eerst deze erdoor doen. Misschien is mijn gaatje iets te klein, maar die maken we dan wel iets groter. Kijk. Nou, daar komt dan zo meteen natuurlijk nog een dotje lijm. Maar nu. Dit is dan even een gepriegel om. Dat inderdaad mijn gaatje eigenlijk iets te klein is. Dus ik ga dit toch even anders doen voordat ik mijn bloemetje scheur. Of ik doe gewoon helemaal geen blauwe. Ik hou het gewoon bij die witte. Vind ik eigenlijk ook wel mooi. Dan doen we bij de volgende wel de blauwe. Ik vind die witte eigenlijk wel mooi. Dus ik wil er natuurlijk straks ook nog wat glittertjes op hebben. En dan zie ik hier ergens nog een lange uitsteken. Nou, dan probeer ik altijd een beetje te zoeken welke is het. Als het niet lukt, dan laat ik het. Want ik wil ook mijn bloem niet kapot maken natuurlijk. Dat vind ik helemaal prima. Dus wat ik dan doe. Dan pak ik mijn lijmpistool. En nogmaals, wil je niet met een lijmpistool werken, dan kan het ook met gewone lijm. Pas wel op je vingers. Het zal voor mij ook niet de eerste keer zijn dat ik mijn eigen brand. En dan doe ik aan beide kanten een drupje lijm. En dan douw ik hem omhoog. Nou, die kunnen we straks uitvouwen en ik vergeet helemaal mee te lezen. Ik lees iets over een ongeluk. Zo. Nou, ik laat natuurlijk mijn ijzerdraadje eraan zitten, want we hebben nog een blaadje. Dan doen we die er ook door. Nou, ik probeer altijd op te letten dat ik mijn bloemblaadjes een soort van kruis, zeg maar. Ik weet even het goede woord niet. Maar dat ze dus niet, de blaadjes niet op elkaar zitten. Als ik dan denk, ja, zo zit die goed. Dan pak ik weer een druppie lijm. En die doe ik aan beide zijden ertussen. Auw. Nou zit ik mezelf te verbranden. Hier moeten we even openen maken. Ik moet een beetje opschieten ook, want anders is mijn lijm al droog. Druk ik hem aan. Nou, die draden kunnen we er straks zo afknippen. En dan heb je eigenlijk al vrij eenvoudig. Kijk, dit is dat gescheurde blaadje. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Die kunnen we wel weer ergens onder frotten. Heb je al een leuke bloem? Ja, je kan ze ook altijd nog kleuren. Dat klopt. Nou, mijn lijm is nou wel droog. Wat ik zelf altijd doe. En ja, goed, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Ik draai mijn bloem om. Dan pak ik een schaar. En dan knip ik dit af. Dan hou ik mijn meeldraden vast. Pak ik mijn lijmpistool.
En dan smeer ik een beetje uit natuurlijk, want anders krijg je zo'n hele dikke prop. En dan doe ik even lijm op. Nou, het voordeel van hot glue is natuurlijk dat het zo droog is. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik probeer niet een dikke klodder. Zo hou ik mijn bloemen namelijk nog vrij plat. Waardoor je ze ook bijvoorbeeld op een scrap layout zou kunnen gebruiken. Nou, als je een echte scrapper bent, dan kan natuurlijk je creatie niet meters hoog worden. Nou, dan leg ik hem op zijn kop altijd even weg. Dat hij even goed kan drogen. En ik zie dat ik nog op moet gaan schieten ook, want volgens mijn laptop is het al 4:15. Zit ik echt al 3 kwartier te kletsen? Foei Sabine. Nou goed, dat was dus een manier hoe je een bloemetje met de hand kan vormen. Hè, dat is eigenlijk niet eens zo heel moeilijk en daar kan je gewoon zelf mee gaan spelen. In de natuur... Nee, dat klopt. In de natuur is ook zeker niet alles heel. Sorry voor mijn blauwe vingers trouwens, maar ik kreeg de inkt er niet zo gauw vanaf. Goed, de bloemetjes uit de mold. Want daar zijn we natuurlijk ook mee aan de slag geweest. Even kijken dat ik de alle maatjes pak. Ik heb ze natuurlijk niet allemaal nodig, maar... En de kleinste. Als ze uit de mold komen, komen ze er zo uit. Dus de binnenkant van je... bloem, hier kun je dat heel goed zien, komt omhoog. Dat is beslist niet erg. Want die duwen we zo meteen gewoon terug. Nou kun je... Wat ik zelf mooi vind... Nou had ik deze eigenlijk andersom moeten doen, maar goed, dat is niet zo heel erg. Deze zijn wel gekleurd aan de achterkant. Dus we pakken die. We pakken die. En volgens mij... Oh, die zijn hetzelfde. 2, 3. Ik denk dat ik een formaatje mis. Zie je wel. We hadden deze ook nog. Moet ik even spieken? Nee, dat is die. Nou, daar kunnen we er eventueel wel 2 van gebruiken. 1, 2, 3, 4. Deze zijn even groot, dus dat klopt niet. Ah, mijn hele inimini's. Zo, even een klein beetje ruimte. Dus we gaan die gebruiken, deze, en hier hebben we er inderdaad meerdere van. Helemaal top. Wat we gaan doen. Ik wil een roos maken met een knopje. Ik pak mijn stylus er weer bij. En je kunt ze natuurlijk prima zo in elkaar zetten. Hè? Let niet op mijn kleurverschil, maar dat kwam omdat ik moest switchen van inkt. En je kan ze zo in elkaar zetten. Helemaal niks mis mee. Heb je ook al een prachtige bloem. Zeker handig als je snel eventjes wat moet doen. Ik begin gewoon met de grootste. Wat we dan doen. Dus het enige wat ik doe. Is in het midden. Rondjes draaien. Dat die bloem. Omhoog komt. Nou, daarvoor heb ik de achterkant gekleurd. Wat ik meestal met de buitenste doe. Is hem omdraaien, zodat ik de gestempelde kant buiten heb. Maar goed, het gaat nu om het idee. Nou, en dat doe je bij alle bloemen. Of in ieder geval alle blaadjes. Dan hadden we deze. En dan hebben we de inimini nog. En wat ik doe met de... Doe ik dat goed? Even uitvouwen. Ja, dat doe ik goed. Dan pak ik de allerkleinste. En wat ik daarmee doe, want dat wordt mijn roosknopje. Kun je... Ja, zal ik zo laten zien, Mia. Goeie. Het allerkleinste blaadje
Die wil ik ook dat die omhoog komt. Kan ik nog een kleinere tip? Deze is wellicht te klein, maar nou, het gaat ook wel. En dan wil ik er nog eentje van de allerkleinste. Als ik die heb. Dat is niet mijn allerkleinste. En die wil ik niet gevormd. En ik zal zo uitleggen waarom. Ik draai rondjes, dan zie je dat hij naar binnen komt. Maar ik wil dat hij helemaal zo ver mogelijk naar binnen komt. Want dan zie je dat hij alles soort of wat gaat vormen. En soms is het handig om even een blaadje een beetje weg te vouwen. Of als je denkt, nou, hij wil niet zoals nu, zoals ik wil. Helemaal geen probleem. Wat ik dan doe, meestal helpt dat, is op mijn blaadjes, bloemblaadjes drukken. Dat ze wat boller worden. Dan vormt die net even wat makkelijker. En die gaan we zo vastlijmen. Dat vind ik altijd een dingetje, dat vastlijmen. Ik begin dan altijd maar aan één kant. Want ik verbrand hier altijd heel snel mijn handen mee. Dus ik doe daar lijm op. En die druk ik aan. Deze mag best wel wat dichter. Er komt er zo meteen nog eentje overheen. Nou. Dan vouwen we deze twee voorzichtig open. En dan zie je, als je deze dichtklapt, dan moet er dus op dit randje. Dan zie ik totaal niet wat ik aan het doen ben met mijn lijm. En die plak ik vast. Nou, dat er wat lijm uitloopt is helemaal niet erg, want daar zie je dadelijk niks van. Nou, die zit vast. Dan hebben we er hier nog eentje. Omdat ik dat niet lastig altijd vind zien, plak ik die altijd gewoon helemaal vast. Ik begin er gewoon van te bibberen. Zien jullie dat? Ondertussen vergeet ik mee te lezen. En dan knijp ik hem iets in elkaar. Let wel op, want de lijm is heet. Nou, wat ik dan vervolgens doe, is aan de onderkant lijm. Volgens mij moet ik mijn lijmpistool bijvullen. Ik weet het wel zeker. Dan pak ik mijn andere kleine blaadje, die we dus ook nog met de stempelzijde naar buiten hebben gedaan. En die zet ik erin. Nou, ik denk dat ik die zo meteen even extra moet doen. Maar ik moet eventjes. Die had ik wel klaargelegd. Maar ik zie hem zo niet liggen. Eventjes een nieuw lijmpatroontje. Helaas. Nou, dan doen we het zonder. Ik denk dat het gaat. Die zit vast. Nou, waarom wil ik hem niet tot bovenaan hebben? Want dat vind ik niet mooi. Het enige wat ik bij deze bloem niet heb gedaan, dus dat ga ik alsnog doen. Even, ik krijg nog iets in beeld. Dat vind ik heel vervelend. Oh, dan kan ik jullie niet meer zien. Nou, ik hoop dat ik niks gemist heb. Ik zal straks teruglezen. Ik pak mijn inkt erbij. Nou is zo'n klein blending tooltje makkelijker. Maar die heb ik even niet bij de hand. Ik probeer hem zo ver mogelijk open te vouwen. En dan probeer ik toch deze blaadjes nog even wat kleur te geven. Het is net wat mooier als je bloem straks in elkaar staat. En dan zul je ook zien waarom dat ik vind dat ik het mooier vind om
de achterkant ook te kleuren. Want ik heb dat bij niet allemaal gedaan, zie ik. Nou ja, is niet erg. Kunnen we alsnog even doen. Kan ik gelijk laten zien. Oh, dit zijn twee dezelfde. Kijk. Als je zo snel een beetje kleurt, krijg je toch nog een beetje dat witte erin. Maar dit moet je wel echt alleen doen als je bloemblaadje droog is. Want anders haal je de vorm eruit en scheurt het heel snel. Dan zetten we deze bloem eventjes in elkaar. Oh, ik moet er nog eentje. Ik ben wel benieuwd. Zijn er veel mensen die Hartveld Creations hebben of kennen? En werken jullie er graag mee dan? Even kijken. Nou, krijgen we het volgende maatje. En dan let ik er natuurlijk op. Ik vraag me af of ik die moet doen. Ja, dat gaan we niet doen. Die hebben we. Nee, die moeten we wel hebben. Nou, wat doe ik dan? Ik doe weer een drup lijm aan de onderkant. Ik pak mijn blaadje. Ik leg die even aan de kant, anders zit mijn au. Kijk, dat bedoel ik. Dat soort dingen gebeuren bij mij altijd met mijn lijmpistool. Maar goed, ik zal daar beslist niet de enige in zijn. Maar het ging goed. En dan pakken we het volgende maatje. Pak ik mijn bloem weer op. Ik doe daar weer een dotje lijm op. En dan kijk ik even. Ja. En dan doen we die erin. En dan vouwen we hem weer aan. Is toch warm, zo'n lijmpistool. Nou, bij de volgende doen we dat ook weer. Een dot lijm. Het makkelijkste vind ik dan om te kijken dat mijn bladeren niet recht zitten. Doe ik het zo. Nou heb ik wel het idee dat ik een maatje mis. 1, 2, nee. Zo. En dan pakken we onze laatste. Dan doen we ook weer een dot lijm. Mag best een iets dikkere klodder zijn. En die druk ik ook aan. En dan heb je eigenlijk al een bloemetje. Let op, want de onderkant is heet. Nou, dan kun je nog met een pincetje even kijken of dat nu lukt hoor. Nee, ik moet een punt pincet hebben. Kun je, zoals hè, dat is dan meer voor de classic roos, zou je nog iets meer de blaadjes kunnen rollen, zo. Pak gewoon het uiteinde. Je rolt ze iets om. Heb je iets meer het idee van een roos. Zijn die er dan voor hete lijm? Wat is er voor hete lijm, dames? Wat heb ik gemist? Nou, zo kun je dus eigenlijk. Ik ga nu niet de hele bloem doen, want ik wil nog even de mold laten zien. Hoe die werkt. Zo. En wat ik dan vaak nog doe, nou zit hier al iets van een glinstertje in, omdat ik zilveren inkt heb gebruikt. Maar dan doe ik er of met een sponsje lijm op en dan strooi ik met glitter. Of ik pak de winkel Stella. En dan ga ik er overheen. En ik weet niet of het op beeld overkomt. Die heb ik gedaan. Dan zie je dus, eigenlijk is deze is dan clear met een glittertje. Nou, dat laat ik even drogen en dan is mijn bloemetje klaar.
En dat kan natuurlijk bij deze idem dito. En je kan ook zeggen her en der. En dan krijgt hij een hele mooie glans. En dan heb je mooie bling bling bloemetjes. Je kan er gesso over doen. Dan krijg je wat meer dat mattige effect. Ja, er zijn gewoon heel veel... heel veel manieren voor. De mold. Moeten we wel even de juiste pakken. Want ik zie dat het tijd is. Dus ik ga de mond nog wel eventjes laten zien. Nou. De Small Wild Rose. Als je de mond uit de verpakking haalt, heb je twee delen. De onderkant en de bovenkant. Deze is uiteraard voor de grootste van de Small Wild Rose. En die gaan we in de mold leggen. Nou, dan kun je aan de uitsparingjes en de vorm, zeker ook als je er al wat een aantal keer mee gewerkt hebt, op den duur weet je wel hoe ze erin moeten. Dat is eigenlijk, nou heb ik echt al die maatjes heb ik door elkaar zitten gooien. Dat is lekker handig, Sabine. Nou, dan hebben we deze. Nou, dan zie je daar weer een uitsparingje. En een beetje aan de vorm van de blaadjes. Denk je van, nou, nee, zo past die ook niet lekker. Zo past die ook niet lekker. Maar zo past die wel. Of toch ook nog niet helemaal. Nou, zo ga je gewoon. Soms is het even puzzelen. En de ene keer dan heb je hem in één keer goed. Ik ben het er nu niet helemaal. Hij moet zo erin. Maar waarom... Nou ja, doet er, zo moet hij erin. Grapje. Deze idem dito. Dan hebben we deze. Dat is deze formaat. Nou, ik kijk dan altijd. Ik zie hier twee grotere. Die passen dus daar. Dat geldt ook voor deze. Hier heb ik de grotere, hier de kleinere. Dus dan weet ik eigenlijk al dat hij er zo in moet. Deze zijn voor de hele kleintjes. Die moet ik hier wel even zoeken. Nou ja, goed. Dat hoeft natuurlijk ook niet helemaal. Maar het gaat meer om het idee. Hè, dat jullie kunnen zien hoe die mold werkt. Nou, wat ik dan doe, is ik spray ze nat. Maar niet te nat. Ja, je kunt meer op elkaar leggen. Ik doe dat eigenlijk bijna nooit. Maar ik vind dit toch net wat mooier. En ik geef eigenlijk gewoon twee... spritjes. In ieder geval dat mijn bloemetjes nat zijn. Dan leg ik de mold dicht. Dan pak ik mijn snijplaten. In dit geval gebruik ik even kleine. Want je gebruikt geen basisplaat in mijn geval met deze machine. En dan haal je hem door je stansmachine heen. Wachten we even. En als ik mijn mold dan open doe, zien ze er zo uit. Ze zijn nou nat, maar je voelt, je merkt eigenlijk al, ik weet niet of jullie het kunnen horen, ze worden al, kijk, echt wel stevig. En dan heb je dus eigenlijk in no time, want je kan die hele mold volleggen en inderdaad ook dubbel. Nou doe ik dat zelf nooit. Ik vind enkel toch mooier. Heb je eigenlijk al gevormde bloemen? Welke? Anneke Haanschoten. Wat bedoel jij met welke gebruik jij? Ik heb misschien iets gemist, maar... Als je mijn machine bedoelt, dan is het een Sizzix Switch. Maar een Big Shot of Foldaway kan ook. En de mold is de Small Wild Rose mold. Wacht wel even, volgens mij had ik het al gezegd, maar dan ga ik twijfelen. Als je de randjes wil kleuren, zoals ik heb gedaan bij deze bloemen, wacht even tot je papier droog is. Of maak het eventjes droog met de heat tool.
Want anders scheurt het gelijk. Nou, ik vind de details gewoon erg mooi. Van deze shaping molds. Je hebt eigenlijk gewoon al heel snel. Heb je mooi gevormde bloemen. Dus ik ben helemaal fan. Nogmaals. Niet alles staat op de webshop. Want Heartfelt Creations heeft natuurlijk gewoon heel erg veel. Heb je specifieke wensen van mallen of stempels die je zou willen van Heartfelt Creations? Mail even naar de winkel. Je mag het mij vragen. Ook allemaal prima. Heb je vragen, kom je ergens niet uit, laat het weten. Dan wil ik jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Vanavond om 19:30 is uit mijn hoofd Alice er nog met een leuke live voor jullie. Dus geniet er lekker van, mocht je meekijken. En verder wil ik jullie een heel fijn weekend wensen. Doei doei!